Stel je voor, je hebt net een supermedicijn gevonden dat kan helpen leverkanker genezen. Geweldig nieuws. Het enige wat je nu nog nodig hebt, is een manier dat medicijn tot bij de tumor te brengen. Dat is helaas niet zo eenvoudig, want de weg naar de tumor is lang. En onderweg kan er heel wat mislopen. Laten we even kijken naar een specifieke therapie om leverkanker te behandelen. Tijdens de therapie brengen we een katheter in de lever en spuiten we deeltjes in die de tumor moeten beschadigen. Maar het is essentieel dat er zoveel mogelijk deeltjes naar de tumor gaan en niet naar het gezond weefsel rond. Want dan raakt dat gezond weefsel beschadigd en dat willen we uiteraard vermijden. Dus, hoe meer deeltjes naar de tumor, hoe efficiënter de therapie. Het grote probleem nu is dat we niet kunnen zien wat er gebeurt met die deeltjes op weg naar de tumor. Dus als er patiënten zijn die niet goed reageren op de therapie, dan weten we eigenlijk niet waar het misloopt. In mijn onderzoek gebruik ik computermodellen om in kaart te brengen hoe die deeltjes bewegen naar de tumor. Eerst maak ik gedetailleerde beelden van de slagaderen van de lever. Dan bereken ik hoe bloed stroomt doorheen die slagaderen. En tenslotte bereken ik hoe die deeltjes zich bewegen in de bloedstroom. Op termijn wil ik systemen ontwikkelen die gerichter en efficiënter de deeltjes naar de tumor brengen. Dus, om succesvolle therapieën tegen kanker te ontwikkelen, hebben we niet alleen goede medicijnen nodig, maar ook effectieve manieren om die medicijnen naar de tumor te brengen. En die kunnen we ontwikkelen dankzij computermodellen.